Lieke Martens heeft zaterdag met een assist bijgedragen aan de ruime competitiezege van FC Barcelona op Real 6-1. De 24-jarige Maartens begon als link buiten aan het duel in het mini-stadion Barcelona en gaf vlak voor rust de beslissende pas voor de 4-0 van collega-aanvaller Tony De Gaan. De Engelse spits maakte in totaal twee treffers. Net als rechts buiten Barber Alator. De overige doelpunten van de thuisploeg kwamen op naam van de Macedonische Natasha Andonova en Maart Satorion. Andrea maakte de score in de 67ste minuut iets draaglijker voor Real Betis. Maartens werd 12 minuten voor tijd gewisseld. De eindstand stond toen al op het scorebord. FC Barcelona is na 11 wedstrijden koploper in de Primera Division Feminina met 28 punten. Evenveel als Atletico Madrid. De Madrilenen komen zondag nog in actie tegen Sevilla. Borsa heeft een indrukwekkend doelsaldo van 44-4. Mede door eerdere monsterzegers op Saragossa, 0-9. Santa Teresa, 10-0. En Madrid CFF, 7-0.